nieuwe weekvlog. Ik ben er weer. Ik heb afgelopen week een beetje tussenuit geweest. Ik heb heel veel opdrachten moeten doen voor school. En dat was echt iets waardoor ik dus niet kon filmen. En de rest van de dagen waar ik geen opdrachten voor school had, heb ik eigenlijk geniks. Dus er was niet heel veel boeiends om te gaan filmen. In ieder geval ben ik er wel weer deze week. Telefoon. Daar zijn we weer. Waar had ik het over? Ja, over die vakantie. Dus deze week ben ik er in ieder geval gewoon weer terug. Mijn pa heeft deze week vakantie en volgende week ook. Dus we gaan waarschijnlijk nog leuke dingetjes doen. En ik begin langzaam op te spelen dat ik mijn tatoeage wil gaan laten zetten de komende week. Ik wil namelijk heel graag voor mijn verjaardag van mijn ouders een tatoeage laten zetten. En die wil ik hier op mijn arm. En ik wil een klavertje. En onder dat klavertje of erop, ik weet nog niet precies waar we dat gaan laten zetten. Maar of eronder of erboven wil ik mijn geboortedatum laten zetten. Als betekenis dat ik eigenlijk vanaf mijn geboorte, ik ben natuurlijk te vroeg geboren. Qua gezondheid is het bij mij eigenlijk altijd slecht gegaan. Dus eigenlijk is dat als betekenis dat ik eigenlijk vanaf mijn geboorte altijd geluk heb nodig gehad om te staan waar ik nu sta. En dat altijd wel een groot ding in mijn leven is geweest. Ik heb altijd wel mensen nodig gehad die me aanmoedigden. Of ik heb altijd wel geluk nodig gehad om te staan waar ik nu sta. Dus dat is eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte bij die tatoeage. Goed, ik zit nu heel even boven. Ik ga heel even een video kijken. Maar als het goed is, gaan we binnen nu een half uur naar de tattoo shop. Oh my god. Ik heb er zin in. Ik vind het eng. Ik vind het raar. Maar we gaan het waarschijnlijk wel doen. Dus als het zo is, zien jullie de volgende clip bij de tattoo shop. En zo niet, dan hebben jullie deze clip ook nooit gezien. Oh my god. Precies. Goed, daar zijn we weer. Het is inmiddels avond. We zijn een aantal uur verder. En hij staat er gewoon op. Ik ben er heel erg blij mee. Maar dan ook echt heel erg blij mee. Mijn armen zitten nog een beetje zwart. Dus dat moet ik zo meteen nog proberen een beetje af te wassen. Maar hij staat er wel gewoon op. Ik ben er heel blij mee. Hoe ik het allemaal heb ervaren en wat nou eigenlijk het verhaal hierachter is. En mocht je de verhalen achter mijn andere tatoeage ook willen weten, dat komt allemaal in een aparte vlog, kan ik het niet noemen. Het is meer video. Maar er komt wel een aparte tatoetag van. Maar ook wil ik natuurlijk wel even een shout-out doen naar Dave. Dat was degene die mij tatoeëerde. Ik zal het linkje in de topline van de beschrijving zetten van zijn tatoeshop. Super tof dat hij me weer een tattoo wilde geven. Hij heeft het super goed gedaan. Hij heeft me heel erg goed begeleid. Ik was wel heel erg bang voor deze. Maar hij heeft me heel erg op mijn gemak gesteld. En daar was ik wel heel erg blij om. Dus super bedankt dat Dave dit wilde doen voor mij. Tattoo Extreme. Echt serieus. Helemaal nice. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten. En dit was het eigenlijk voor deze dag. Morgen gaan we naar Artis. Gaan we lekker naar de dierentuin. Dus hoe dat allemaal gaat lopen, zie je morgen. Morning! Het is vandaag woensdag. Ik ben inmiddels wakker. Iedereen is al klaar en aangekleed, bijna dan. Ook ik. Ik heb vandaag lekker simpel. Ik heb dit shirtje aan van de Primark. Deze is laag uitgesneden met deze touwtjes op de borstkant. Ik vind hem heel leuk. Zwarte legging en deze geen merk sneakers van Haren.
Lekker simpel, lekker makkelijk. En ik doe dit zwarte vest zo nog aan, mocht ik het fris krijgen. Nu heb ik een klein grijs tasje mee met de spullen die ik alleen nodig heb. De rest laat ik allemaal thuis. Serieus al gewoon weer bijna aan het einde. Mijn ouders die komen nu aanlopen. Het was klein. Het was sowieso klein als dat blij op het is. Maar het is wel echt heel erg leuk hier. Het is mooi. Het zit allemaal mooi op elkaar. Ja, ik vermaak me je best. We gaan nu even nog door de vogeltuin of iets. En souvenirshop. En dan nog een Planet Expo. En dan zijn we weer klaar. En weer op naar huis. Dat was hem alweer. Maar dat was wel leuk, toch? Goed, ik ben helemaal vergeten de video gisteren af te sluiten, dus dat doe ik nu even. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze twee superleuke dagen. Doe natuurlijk wel het blauwe duimpje omhoog als je het leuk vond en als je meer van mijn leuke vakantiedagjes wil zien. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe vlog. Morgen gaan we weer een dagje weg, dus morgen wordt er weer gevlogd en ook die komt zo snel mogelijk weer online. Doeg, bedankt voor het kijken! Lightning and the thunder.